Ja, we staan hier bij het unieke Ventura-systeem van Fencom. Ventura-systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor de pluimveehouderij, maar is ook heel goed toepasbaar voor gespeende biggen, mestvarkens, maar ook voor kraamstallen. De reden daarvan is dat het systeem een minimumstand kent van ongeveer 1%, zodat het mogelijk is om met hele kleine hoeveelheden lucht te werken. Het is vaak zo bij biggenafdelingen bijvoorbeeld, groeiende biggen die binnenkomen met 5 kilo in de wintertijd, dat er maar heel erg weinig lucht nodig is. Als we dan met wandventielen werken, dan kan het zijn dat de koude lucht van buiten direct op de varkens valt en daardoor problemen veroorzaakt. Dus verkoudheid. Dus om dat te voorkomen hebben we hier een unieke jet, zoals we dat noemen. Dat is 1% van de totale capaciteit en de lucht wordt als het ware de afdeling of de stal ingeschoten. Zoals je kunt zien is aan alle zijden, aan de bovenzijde, aan de zijkant, maar ook hier aan de onderzijde is het ventiel afgedicht door een zogenaamde culon. Culon is een soort kunststof die ervoor zorgt dat het ventiel 100% luchtdicht is. Het is heel erg belangrijk dat hij hier aan de onderkant niet lekt, want we kunnen aan de bovenkant een heel mooi ventiel maken dat die lucht naar binnen geschoten wordt, maar als het ventiel aan de onderkant lekt, dan hebben we nog steeds het probleem dat die koude lucht direct op de dieren valt. En dat willen we ten alle tijde voorkomen. Dus vandaar dat die afdichting 100% moet zijn, anders werkt het ventiel niet. Daarnaast is het nog zo, als we dat ventiel openen, is dat hier die spijlen, maar ook hier die instroming, dat die aerodynamisch is. Die is helemaal afgerond. En vandaar dat we kunnen zeggen dat dit ventiel 35% meer capaciteit heeft, omdat die lucht op een hele aerodynamische manier naar binnen geleid wordt. En ook dat is uniek aan ons ventiel. Dus als we het ventiel vergelijken met ventielen van concurrenten, moeten we ervoor zorgen dat we altijd gaan vergelijken op capaciteit en niet op aantal ventielen, omdat we simpelweg met ons systeem minder ventielen nodig hebben. Dus met dit ventiel zorgen we er gewoon voor dat die lucht altijd de kans krijgt om op te warmen in de afdeling of in de stal. Ja, het is volledig geautomatiseerd. Er hoort ook een speciale aansturing bij. De eerste 15% van het ventiel loopt het ventiel eigenlijk heel langzaam open en dan gaat het sneller open. En die curve die is als het ware voorgeprogrammeerd in de motor die erbij hoort. Het ventiel zelf begint ergens rond de 108 euro bruto prijs. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel capaciteit we nodig hebben. Dus 108 euro voor een ventiel en dan komt er ongeveer 500 euro voor een intelligente motorsturing komt erbij. Wat we hier zien is de nieuwe petkoeling van Fencom. Wat uniek is aan dit product is dat we met een plastic koelpad werken, met een PE koelpad. Wij willen de sturing lineair laten verlopen. Met andere woorden, wij willen de hoeveelheid water die we over de koelpad laten lopen, willen we sturen. En waarom willen we dat? De meest gangbare koelpads werken on-off. Die gaan aan-uit. Dat betekent ook dat de uitgaande lucht al dan niet gekoeld wordt. Dus als die gekoeld wordt, komt er koude lucht naar binnen. De staltemperatuur zal zakken. En een kwartier later dan wordt het weer warmer. Dus die temperatuur die zal heel erg fluctueren. Wat wij willen met deze koelpad is dat als er gekoeld moet worden, dat er naar behoefte gekoeld wordt. Zodat we eigenlijk ervoor zorgen dat die temperatuur in de stal vrij constant blijft. Hoeveel we kunnen koelen is heel sterk afhankelijk van buitencondities. Hoe warm is het buiten, maar met name ook hoe vochtig is het buiten. En omdat dit werkt met een zogenaamde adiabatische koeling, dat is eigenlijk een verdamping. Het verdampen kost energie. En als we gaan werken met een hele lage luchtvochtigheid in het begin, 40-45%, hebben we dus nog een hele grote bandbreedte om water te verdampen, om die lucht als het ware te verzadigen. Met andere woorden, dan werkt die heel erg efficiënt. En dan moet je gauw denken aan een 10 tot 12 graden dat we de lucht kunnen koelen. Dus lucht die van 35 graden binnenkomt, zal direct achter de koelpad, zal die misschien maar 23 graden zijn. Dat vermengt zich uiteraard met de stallucht, zodat uiteindelijk de stallucht in zijn totaliteit 28-30 graden is. Voor een echte grote zeugenstal, waar bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, 1500 dragende zeugen in staan, die in één grote ruimte staan, ja, dan moet je denken aan 10.000, 15.000 euro voor zo'n complete stal. Dus dat valt dan heel erg mee. Maar belangrijk is dat de papieren koelpad afhankelijk van waterkwaliteit na 2 of 3 jaar vervangen moet worden. En dat een plastic koelpad makkelijk 8 tot 10 jaar mee kan gaan. Dus qua vervanging is het een stuk goedkoper dan een papieren koelpad.